Hallo, ik ben Danny en ik ben eigenaar van Computercenter. Passen jouw vakantiefoto's ook niet meer op je laptop? En duurt het een eeuwigheid om programma's op te starten? Dan is het misschien tijd om deze intern op te schonen. Voor het opschonen van je laptop zijn er een aantal handige programma's die we hiervoor kunnen gebruiken. Laten we beginnen. Als eerste controleren we de computer op virussen en malware. Hiervoor gebruiken we het programma Malwarebytes. En het ingebouwde virusscannerprogramma Windows Defender. Het volgende programma welke we gebruiken is CC Cleaner. Hiermee kun je eenvoudig je computer opschonen. Let hier wel bij op, voor je het weet poets je ook al je inloggegevens weg van de websites die je vaak bezoekt. Je hebt het vaak niet in de gaten, maar ongemerkt wordt er heel veel data gedownload op je computer. Daarvoor kunnen we de map Downloads formateren. Meestal kan dit met één klik. Kijk hiervoor even in deze map en verwijder alles wat je niet meer nodig hebt. Veel data wordt ook opgeslagen zonder dat je het weet in je prullenbak. Als je het namelijk verwijderd hebt, wordt het eerst tijdelijk daar nog opgeslagen. Bij deze stap laten we je zien hoe je de prullenbak makkelijk leeghaalt met één druk op de knop. Doe deze check-up van je laptop om de 4 maanden om deze optimaal te laten presteren. Als laatste nog een bonus tip. Kijk regelmatig even in je geïnstalleerde programma's en apps. Hier staan vaak programma's in die je al lang niet meer gebruikt of die geïnstalleerd zijn zonder dat je het zelf weet. Verwijder deze dus ook als je ze niet meer nodig hebt, want ze kunnen je PC alleen maar vertragen. Vond je deze video nou leuk of interessant? Deel deze dan met je vrienden en je familie. En abonneer je natuurlijk op onze kanalen voor meer tips en trucs